Zo, het is vandaag welke dag is het vandaag, Kim? Dankjewel. En we zijn bij Voltige. Voltige WK junioren. Was het ook EK? Ja, EK voor de senioren. Oh, EK senioren, WK junioren. Fijn dat je dat weet. Ja. Er hangen hier heel veel vlaggen, want waarschijnlijk komen hier heel veel landen naartoe. Dat is vaak met een WK. Ja, dat is logisch toch, denk ik. En het is weer op Ermelo, dus het is ook weer leuk om daar weer een keertje te zijn. Ja. Hier is Tessa, ik ben Bella. En het is vandaag, welke dag is het vandaag, Tessa? Oh, ze zegt... Je moet even op je Apple Watch kijken. Nou, dan ga ik even kijken. En het is vandaag zondag, de 28e. En vandaag komt Jo weer. En vandaag ga ik weer op Blondie rijden. Yay! Ook nog Blondie. Nou, Blondie heeft natuurlijk een wondje. En het gaat steeds beter. Dus ik heb gevolgd, er stond ruim aanbrengen, dus je ziet niet heel veel, maar je ziet wel wat. Dan heb ik hier, hoe heb ik dat een beetje? Dit is nog maar een heel klein stukje rood. Het rood wat je daar ziet is nog, denk ik, een halve millimeter zit er dan nog omheen. En voor de rest is het allemaal blondies huidskleur, dus volgens mij ziet het er goed uit. Maar eerst ga ik even verder met poetsen, want heel goed zo. En ik ga Blondie alvast poetsen. Mijn moeder is nu aan het rijden en Bel. Zo, ik ga even goed verstaan. Bel en Blondie staan op de wei. Deze stal gaat Bel natuurlijk weg. En dan wordt dit Blondie's stal. Dus ik wil het helemaal gaan schoonmaken. Met Sterren heb ik dat niet gedaan. Puur omdat ik toen te verdrietig was. Maar nu kan ik het wel met Blondie en Bel doen. Dus ik heb hier een emmer met twee sponsen erin zitten. Deze zo. En dan heb ik hier een klein emmertje om tot Bel nog wat Bix en An en Oerbalans in haar bak heeft zitten omdat ze op de wei staat. Ik ga zo ook Verona's stal doen, maar laten we maar beginnen met Bel's stal. Ik ga eerst haar eten, dus deze. Ik heb trouwens ook nog een bezem, zodat ik alle spinnenwebben weg kan halen. Maar eerst ga ik beginnen met deze te vullen. Zo, het bakje is gevuld. Er zit haar Bix en haar Oerbalans in. Dan ga ik even haar voerbak laten zien. Kijk, er zitten hier echt allemaal etensresten nog. Dan ga ik het hier zo overheen gapelen. Nou ja, jullie zien dat het al schoner wordt. En dan ga ik dit drapje ook opruimen. Schoonmaken achter iets. Maar om eerlijk te zijn, ik ben een beetje klaar met de voerbak. Ik wil even iets anders gaan doen en daarna misschien wel weer de voerbak. Dus ik ga deze muur ga ik helemaal schoonmaken. Het is vandaag dinsdag als het goed is. Nee, maandag. Maandag. Oh, het is maandag. Het is maandag en gisteren is er iets gebeurd. Gisteren moest mijn vader naar Leiden toe. Toen moest mijn moeder en ik op de fiets naar de manege. Nou, op de heenweg ging het helemaal prima. Terugweg gingen we nog even uit, niet echt uit eten, maar gingen we ergens langs en gingen we daar eten. Dus wel uit eten. Gingen we uit eten, om het zo maar te zeggen. Want het was op de route naar huis. Toen, wou ik niet de berg, ik wou wel de berg op, maar ik wil graag mijn moeder doden. Omdat zij op de elektrische fiets zat en ik op een gewone fiets. Toen kwam
mijn stuur onder mijn moeders stuur. Mijn moeder had mijn haar vast. Je haar? Ja. Dat is het enige wat ik op dat moment voelde. Mijn haar! Maar ik dacht, ik zeg het maar niet. En toen viel ik om. Omdat mijn moeder naar me toe leunde, een soort van. Toen vielen we om. Toen is een man is over heel de weg is die naar het fietspad toe gereden. Heeft hij met zijn kleine autootje op het fietspad gezet en is die ons gaan helpen. Mijn moeder's gezicht. Ja, laat ik nu even zien. Niet schrikken alsjeblieft. Ja, het ziet er eng uit. Denk maar gewoon, mijn moeder heeft smoky eyes opgedaan en ze is een beetje uitgeschoten. Nou. Ja, ze heeft daar een schaafwond, boven haar lip, opperlip. Ze heeft daar een soort van knikker, zo dik is het, bij haar wenkbrauw en daar. Nou, ik laat het zo nog wel wat beter zien. Bij mij zijn mijn handen. Ik heb het aan allebei mijn knieën. Mijn moeder heeft het ook nog bij haar pols. Er zit een heel velletje los. Het gaat nu wel beter, maar mijn moeder gaat vandaag niet rijden omdat ze het gewoon erg veel pijn heeft. Nou, ik ben nog dus een nieuwe eigenaar van Bel en ik ga het uitleggen. Je bent een beetje gevaarlijk met je schaar. Gek uit. Aan het uitleggen hoe je de manen knipt, hoe je de beentjes scheert en de oren knipt, de staart knipt. Wat ik altijd doe, is ik hou de schaar scheef en dan knip ik zo. Omdat je dan een oneven beeld krijgt. Zo, nu is het scheef. Maar als je het nu recht knipt, dan ben je al heel veel haar kwijt en kan je ook ietsje naar binnen. Kijk, hou je de schaar scheef en dan knip je het ietsje naar binnen. Eigenlijk moet je daar een speciale schaar voor hebben, maar die heb ik hier niet. Blondie, wat ben je toch braaf beest. Maar dan is het makkelijker recht knippen. Plus dat het er niet zo extreem recht uitziet. Dus dan heb je minder kans dat de boel scheef eruit ziet. Zie je, ik heb zelfs nog een stukje voor je overgelaten om het opnieuw te doen als je het er niet mee eens bent. En het is al toch gezegd, het is vandaag maandag en Jules is er, nieuwe eigenaar van Bel. Ja, mijn gezicht ziet er niet uit. Ik ben gevallen met fiets, zoals Tessel uitlegde. We zijn nu samen even in de bak aan het rijden. Dinsdag en we gaan de paardjes lekker op het land zetten. Op het land halen. Nou, we hebben in ieder geval op het land gestaan. Heerlijk toch? En daarna gaan we naar huis. De trailer staat klaar. Het is vrij aan de rustige kant. En er moet iemand poepen. En de paarden worden uit de trailer gehaald. Daar komt ze. En daar hebben we Bella. Hallo Bella, hallo. Daar zijn ze. En ze is hartstikke braaf. Nou, goed gedaan Verona, die gaat al gelijk eten. We zien duidelijk, Ma heeft een borstcam. Want het zit bij de borst. En mijn make-up. Het ziet er prachtig uit. Dank je. Tess zit al klaar. Oh. Ik ga mijn moeder zo even helpen met erop komen. Daar gaan ze. Hartstikke idee.
aangaloperend. Ze komen wel heel snel hier naartoe. Oh, nou, ze gaan alweer wat langzamer. Oh, wat fijn dat jullie er weer zijn. Nadat wij 20 minuten later aan zijn gekomen, zijn ze de paarden weer aan het inladen. En de ponerts. Sorry bellen. En volgens mij vond ze het erg leuk. Ik weet niet of je net allemaal dingen hebt gehoord. Maar ze zijn helemaal tot Montfer zijn ze geweest. Dus het was leuk. Ja, het was echt een droom voor mij om nog een keer, dat dit de laatste week met Bel is. Was het echt een droom voor mij om, het stond op mijn bucketlist om zo te zeggen, om naar het strand met haar te gaan en met mijn moeder en te galopperen. En we zijn niet zomaar in galop gegaan, we zijn in harde galop gegaan. Dus dat was heel erg cool. Nu gaan we weer richting de manege. Nou, dit was de dinsdag. Morgen is het woensdag. Het is vandaag woensdag en ik ga met Verona in de springles. Heel veel zin in. Alleen, de springles begint af te nemen. Dus volgens mij zijn we nu nog maar met z'n tweeën. Nou ja, hebben we in ieder geval wel langer tijd. Het is vakantie. Dus ja, jij is op vakantie of heeft privéles. Nou ja, ook leuk zo. Het is vandaag donderdag. Vandaag een fotoshoot hebben met Sabine. En die kennen jullie nog wel van de fotoshoot met UFO. En ze heeft de fotoshoot, afscheidsshoot gedaan met Bel. Die hebben jullie inmiddels ook gezien. Maar wie jullie nog niet kennen is hier Cher. En Cher is onze vormgever. Designer. Wat is het beste woord? Ja, designer, klinkt cooler. Ja, precies. Even Cher is heel cool. Moet je wel volhouden, hè? Ja. Kijk, wij zijn nu de coole poses aan het doen. Kijk, we zijn nu met de paarden bezig. En we hebben echt super gave foto's met de bank. Verona die heeft vooral erg veel interesse in de paraplu. Zo, we zijn voor de tweede keer op de manege. Testy wilde eigenlijk met de GoPro even gaan rijden, maar die bleek dus leeg, die had ik niet opgeladen na het strand. En toen heeft hij het best leuk gedaan, dus dat was niet heel raar. Ze is lekker op Bel aan het rijden en ja, ze had zelf besloten dat ze niet meer serieus ging rijden. Ze alleen nog maar leuke dingen zou doen. En het is vandaag donderdag en dinsdag wordt ze op transport gezet, dus ja, ik snap het ook wel hoor. Dan wil je ook alleen nog maar even van je vriendinnetje genieten. Tess heeft een kabouterparcours gemaakt. Wij zijn de kleinste okser. Even inzoomen. De kleinste okser die ik ooit gezien heb. Zo, het was een lange dag vandaag. Vanmorgen die fotoshoot. Vanmiddag wel Bel rijden. Paardje nog even op de wei. Mars vrijdag komt Jacob, dus dat is heel leuk. Komt de dekens van Blondie brengen, dus dat is heel, ja, daar zijn we echt blij mee. En dan gaan we lekker lunchen. Nou, en dan hebben we zaterdag en zondag nog. Hij moet even aanpassen. En dan is maandag wel een vervelende dag, omdat we dan naar een crematie moeten, dus dat is niet zo fijn. Maar ja, goed, dat hoort ook bij het leven. En dan dinsdagochtend gaat Bel op transport. En daar krijgen jullie uiteraard een hele uitgebreide video van. Maar het zal een moeilijke dag worden. Gelukkig gaat Rick mee en die gaat filmen. Dus dan hoeven we dat zelf niet te doen. We hebben een nieuwe camera. En dit is de Canon PowerShot G7X Mark III. Met een externe microfoon. Die microfoon heb ik nog niet. En ik heb ook geen dode katten meer. Dus die kan ik ook niet op het geluid daar neerzetten. Dus we kunnen hem eigenlijk nog niet gebruiken. Maar ik ben er wel heel blij mee. Hij gaf net twee keer aan dat hij oververhit was. Dus als hij dat nog een keer doet, dan ga ik hem toch terugsturen. Dus ik ben er heel blij mee, maar het is ook een beetje dubbel. Ik ga nu terug naar de manege, Tess even ophalen. En dan gaan we naar huis gaan eten.